Deze opnamen van het landschap van Nieuw-Guinea werden gemaakt uit een vliegtuig van de maatschappij De Kroonduif tijdens een vlucht naar het vliegveld Sentani bij Hollandia. Aan boord bevonden zich met de gouverneur Dr. Plateel, de staatssecretaris voor Nieuw-Guinea-zaken Mr. Bot en de groep genodigden die enkele dagen tevoren uit Nederland waren vertrokken voor een oriëntatiereis. Hollandia, gelegen aan de Humboldt Bay, vestigde de aandacht op de op handen zijnde verkiezingen voor de Nieuw-Guinea-raad. De politici uit het gezelschap kregen hier de mogelijkheid tot een gesprek met de leiders van de verschillende partijen op Nieuw-Guinea. Zo zagen we de voorzitter van de katholieke werkgeversvereniging, de heer Van Tiel, en de voorzitter van het NVV, de heer Roemers, beiden Kamerlid, in gesprek met vertegenwoordigers van de Democratische Volkspartij, onder wie de heer Roentuiboy. Het Kamerlid van Maastricht, voorzitter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, overlegde onder meer met de heer Wajoy en andere leden van de Parna, de Partij Nationaal. Intussen wordt in Hollandia reeds hard gewerkt aan het gebouw waarin de Nieuw-Guinea-raad zal zetelen. De heer Brunt van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft zich georiënteerd over het voetbalspel. Er zijn 8000 voetballers op Nieuw-Guinea, merendeels Papua's, die zeker profijt zullen trekken van de samenwerking met de KNVB, waartoe thans is besloten. Onder de genodigden op deze reis bevonden zich ook twee dames, wier belangstelling natuurlijk naar een geheel andere kant uitging. Een van hen was mevrouw Wevers van het Nederlandse Rode Kruis, die het vooral met de kinderen bijzonder goed kon vinden. Tijdens het bezoek aan een kampong waren enkele mannen bezig sago te kloppen, een huishoudelijke bezigheid die de interesse wekte van mevrouw Keizer Hardiks, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Sago is het merg uit de stam van de sagopalm. Het is rijk aan zetmeel en de bevolking bakt er onder andere koeken van. De delegatie kon tijdens haar verblijf in Hollandia ook nog getuige zijn van het grote kinderfeest. Sint Nicolaas heeft nu eenmaal de gave dat hij overal tegelijk kan zijn. En overal reageren de kinderen eender. Wat de viering van het Sinterklaasfeest betreft, liggen Nederland en Nieuw-Guinea heel dicht bij elkaar.